Dat is echt niet normaal. Het is gewoon niet te geloven. Ik ben Robert Bast en sinds eind april 2022 ben ik thuisloos. Daarvoor heb ik 5 jaar in een kraakpand gewoond. Ik had het pand opgeknapt en zorgde zelf voor een stroom- en watervoorziening. In 2021 kochten de gemeente het perceel. Ik moest vertrekken omdat de gemeente het belangrijker vond om meer dan 50.000 euro uit te geven voor een perceel en de sloop van een huis om te voldoen aan een bestemmingsplan, dan iemand een woonruimte te gunnen of een passende vervangende woonoptie te regelen. Dit is waar het voldoen aan een bestemmingsplan in resulteerde. Aan de natuur teruggegeven grond waar bijna alles wat groeide is gerooid. Ik stond niet ingeschreven bij woonstichtingen en eigenlijk wil ik helemaal niet huren. Het liefste wil ik in een klein zelfvoorzienend huisje dicht bij de natuur wonen, zonder al te veel verplichtingen aan wie dan ook. Ik besefte me dat ik weer op straat zou komen te staan en besloot een fietscaravan te bouwen. Een met de fiets verplaatsbaar huisje met alles wat ik nodig ben. Daar heb ik 3 maanden over gedaan. Mijn vrienden hebben mij af en toe ook meegeholpen. Ik woon alweer een tijdje in het bos. Dit is 1 dag uit mijn leven. Als ik wakker word, doe ik eerst de gordijnen open en ruim ik het beddengoed op. Zo ziet de binnenkant van mijn fietscaravan eruit vanuit mijn bed. Daarna ga ik naar buiten om te plassen. Dit is mijn uitzicht vanuit de deur. Mijn laarzen staan onder de caravan zodat ze niet nat regenen. Ik plas 's nachts in een emmer, dat scheelt gestruikel in het donker. Dat gat is mijn toilet. Gelukkig schijnt vandaag de zon. De toiletstoel zet ik boven het gat voor de grote boodschap. Eerst nog even wc-papier halen. Als ik klaar ben, gooi ik er een schepje zand over. Dat helpt tegen vliegen en luchtjes. Nu ga ik water voorbereiden om ermee op te frissen. Ik vang regenwater op met behulp van een stuk zeil en een grote bloempot. De bloempot was een tijd geleden vlakbij het bos gedumpt. Er wordt vaker afval gedumpt bij het bos. Soms heb ik geluk en zit er iets bruikbaars tussen. Het water warm ik op met een campinggaspit. Nu is het even wachten tot het water opgewarmd is. Het is niet erg warm buiten. Tijd om mij aan te kleden. Ik ontbijt meestal met wat fruit.
Op mijn telefoon kan ik het nieuws lezen of een video bekijken. Ik borstel iedere dag mijn haar. Het water zou inmiddels warm genoeg moeten zijn. Het water is ietsje te warm, dus er gaat wat koud water bij. Tijd om mezelf op te frissen. Even het washandje uitspoelen en de bak leeggooien. Het washandje gaat terug onder de tafel. Er slaat veel condens op de ramen binnen. Het neerdruipende condens vang ik op met doekjes in de vensterbanken. De doekjes moet ik iedere dag uitwringen. Als ik ze wegpak, zeem ik meteen de ramen. Het vocht vang ik soms op in een beker. Zo heb ik 's ochtends wat te drinken als mijn andere watervoorraden op zijn. Na het uitwringen leg ik de doekjes weer terug. Zo, die kunnen er weer een dag mee door. Ik rol mijn slaapmatje op zodat ik de vaccinelichtenhouder op de grond kan zetten. De dekens en de slaapzak zet ik goed vast achter de snelbinder. Zo kunnen deze niet op de kaarsen vallen. Ik steek wat kaarsjes aan zodat het binnen iets wat droog gestookt kan worden terwijl ik weg ben. Zo is het straks lekker warm als ik uit de stad terugkom. Even mijn jas aandoen en dan kan ik weggaan. De deur gaat op slot met een hangslot. Tijd om naar de stad te gaan. Eerst ga ik langs de groenteboer, waar ik fruit haal. Omdat er wat plekjes op het fruit zitten, kostte zo'n zak maar 1 euro. Soms neem ik er een extra mee voor de dagopvang. Dit is dagopvang hier en nu van het Leger des Heils. Hier kom ik al sinds 2013. Hier kun je als dak- en thuisloze tussen 9:30 's ochtends en 17:30 's avonds terecht. Ah, ja. Dit is ook het postadres voor daklozen. Ik moet hier wekelijks mijn post afhalen. Je kunt hier gratis koffie, thee en limonade krijgen, maar ook een kopje soep met brood. Ook kun je een gebakken ei voor 80 en een tosti voor 30 cent krijgen. Het personeel is aardig en begaan. Eens per week bakt er iemand pannenkoeken. Thank you.
Mensen kunnen hier ook naar de wc of een douche nemen. Kleding wassen doen ze ook. Dat kost €2,25 per was. Via de openbare computer of de telefoon op het kantoor kun je je zaken regelen. Ik ga ook naar een dagbesteding bij Toolbox. Toolbox is een werkplaats voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Er is een houtwerkplaats, een metaal- en CNC-werkplaats. Er zijn tuinen en er is een grote kas. Er is een ruimte met kleine werkateliers voor van alles en nog wat. Er wordt kunst gemaakt. En muziek. En er worden gezamenlijke activiteiten zoals knutselmiddagen georganiseerd. Vandaag zet ik een serie wegwijzers in de grondverf. Terwijl de verf droogt, ga ik verder in de computerruimte met mijn videoproject. Soms kom ik bekenden op straat tegen, zoals Mark, een straatmuzikant. Daar blijf ik dan even bij chillen. Als het mooi weer is, ga ik later in de middag naar de oude begraafplaats. Dit is tegenwoordig een parkje. Dit is een vrij rustige plek en ik zit hier graag. Daar zet ik een muziekje op. En drink ik wat biertjes. Soms ruim ik de omgeving een beetje op. Of ga ik iets op mijn laptop doen. Tijd om terug naar huis te gaan. Ik hou van mijn fietstoeter.
Het begint buiten donker te worden, dus eerst maar het licht aan. De jas en de tas gaan weer terug aan de haakjes in de hoek. Daarna rol ik het matje uit en leg ik mijn spullen weg. Het is binnen iets wat warmer dan buiten. Eerst ga ik een warme maaltijd bereiden. Ik heb een jerrycan met drinkwater buiten staan. Dat gebruik ik onder andere voor eten koken. Nu alles klaargezet is, kan ik beginnen met het bereiden van de maaltijd. Vandaag eet ik rijst met rode bieten en een vegetarische schnitzel. Terwijl het eten gaar kookt, zal ik laten zien hoe de stroomvoorziening werkt. Ik heb een 12 volt accu die ik bij het inloophuis of met een zonnepaneel kan opladen. Ik heb verlichting, ventilatie en een autostopcontact waarmee ik mijn laptop en mijn telefoon op kan laden. Nog even de vegetarische schnitzel bakken. En dan kan ik aan tafel. Tijdens het eten kijk ik wat filmpjes op mijn laptop. My novel started out as a twisted fiction. But somehow reality has turned it into my own personal looking. De kaarsjes hebben het inmiddels aangenaam warm gestookt. De rest van de avond vermaak ik mij met het lezen van een boekje. Het spelen van gitaar. Of het spelen van een spelletje. I am the great mighty foe. Het is bedtijd. Eerst rol ik de slaapzakken uit. Daarna ga ik mijn tanden poetsen. Ik haal even de emmer naar binnen om de tandpasta in uit te kunnen spugen. Nog even plassen. De emmer weer buiten zetten. Uitkleden. In de slaapzak kruipen.
en ik kan gaan slapen. Welterusten. Verspreiden die bende.